Elektrisch gereedschap kan verdeeld worden in drie pijlers. Accumachines, gesnoerde machines en perslucht. Bijna 50% van de omzet hiervan bestaat momenteel uit accumachines. Volgens Metabo Nederland BV zal dit alleen maar toenemen. Bas van der Veer kan ons hier meer over vertellen. Ja, het gebruik van accumachines blijft toenemen. Accu's worden steeds krachtiger, de tankinhoud wordt groter. Je kunt eigenlijk de hele dag doorwerken met een accu. Accu's worden daardoor ook compacter en je kan een accu overal opzetten. Machines zijn uitwisselbaar, dus een accu is de toekomst. De laatste ontwikkelingen van een accutechnologie, dat heeft ermee te maken dat wij ervoor zorgen dat een accu er ook veel langer meegaat. Je hebt een uur nodig om een accu op te laden en dan wil je eigenlijk ook een uur mee werken. En daar komen we steeds dichterbij. Dus dat is efficiënt en veel beter voor het milieu.